Netwerken en elkaar helpen, dat is waar het In Between Café voor staat. Wat begon als een initiatief van ZZP'er Evelien van het Veen, is het idee inmiddels overgewaaid naar verschillende regio's in Utrecht. Zo ook in Houten worden eens per maand workshops georganiseerd om werkzoekenden te helpen naar een baan. Ja, het is helemaal vrijwilligerswerk. Er zijn gewoon een aantal mensen die werkzoekende of ZZP'er, die op zoek zijn voor opdrachten. Die heeft dus een team gevormd. Ja. Ja, ze zijn zo begonnen eigenlijk. En hoe bent u dan in contact gekomen met de coördinatie van In Between Houten Café? Ik had eerst een uitnodiging van UWW gekregen, dat het dat bestond. En het was inderdaad de eerste. Mm-hmm. En ik ben daar naartoe gegaan. De eerste keer, ik moet zeggen, ik was niet echt onder de indruk. Toen ik daar zag, ja, het is heel amateurisch. Maar ik dacht, oké, ik geef ze nog een keer een kans. En ik moet zeggen, de volgende keer, het was wel interessant. Alleen het is altijd 2 keer 45 minuten. Dus ja, 45 minuten, je kan heel weinig doen. Ja, heel kort. Ja, maar de bedoeling is een soort teaser geven. De onderwerp van de workshop is altijd heel interessant. Ja. Het gaat om hoe je je presenteert tijdens een sollicitatiegesprek, hoe je cv moet eruit zien, hoe je kan beter netwerken, noem maar op. Weet je, het inspireert jou en zegt, eigenlijk moet ik meer actief zijn. En waardoor je elke keer iets mee leert. Ja. En het helpt ontzettend. Wat is volgens u denkt de kracht van deze workshops? Het is gewoon, de workshop zelf is natuurlijk mensen te motiveren. Het is ook een beetje zelfontwikkeling. Hè? Er zijn ook zoveel dingen dat je kan leren via zo'n workshop. Ook vooral van hoe je moet je aanstellen, dat je moet niet de moed opgeven, dat je moet, maar ook dat je actief moet zijn. Ja. En heel vaak mensen, denk ik, vergeten dat ze moet echt actief zoeken. Omdat ik vind dat een baan zoeken is echt een baan in zichzelf. Het is heel veel werk.